Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Ik ben vanochtend naar de ambassade geweest om de laatste dingen voor het visum te fixen. En dat is gelukkig gelukt. Ik kon de camera niet meenemen omdat ik niet weet, weet je wat voor effecten dat heeft en bla 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 bla. Maar goed, in ieder geval, dat is gefixt. En de reden waarom ik zo laat begin met vloggen is omdat ik me eigenlijk echt wel heel rot voel, want ik zou vandaag naar een bruiloft gaan, maar ik voel me zo niet lekker. En het is natuurlijk al woensdag begonnen, maar gisteren toen moest ik echt een paar dingen doen. Ik moest dat visum regelen en het was toch uiteindelijk allemaal best wel druk bij elkaar. Toen zat ik vanochtend op de fiets en ik dacht echt, ik kan gewoon niet. Dus ja, ik heb nu de bruid laten weten dat ik het echt heel jammer vind dat ik er niet bij kan zijn. Het is een vriendin van de middelbare school en ik had echt zo graag willen gaan, maar ik voel me absoluut niet goed, dus dan blijf ik thuis. Dus ja, dan moeten we deze dag maar zo positief mogelijk inrichten. Ik had laatst een lijst gevonden met de leukste reisfilms. Als je het leuk vindt, kan ik die ook op Facebook posten. Ik moet echt even kijken wat ik ook met Facebook ga doen, want dat was natuurlijk heel erg ingericht op het oude Enterprise Me. En ja, misschien vind ik het leuk om daar extra foto's op terug te zien. Of misschien dat ik daar iets van een live blog bij hou. Want dit komt natuurlijk altijd een week later online. Dus misschien is het leuk als ik al, weet je, foto's van die dag al op Facebook post. En dat je alvast een sneak peek kan kijken. Dat je alvast een sneak peek kan krijgen van wat er dan volgende week in de vlog komt of zo. Maar als je het leuk vindt, dan kan ik ook bijvoorbeeld reisartikelen daarop plaatsen die ik leuk vind om te lezen. En dus het artikel met de leukste reisfilms waaruit ik nu eentje ga kiezen om te gaan kijken. Je ziet zo welke dat is geworden. Bye. Stefan heeft trek in taart. Moet je kijken. Jesus. Dit is gewoon halve taart, hè, wat hij in zijn handen nu heeft. Hij vindt dat dit taart eten is zoals taart eten bedoeld is. Nou, eet maar. Wauw. Jezus. Wauw. Nou, en nu hebben we een halve taart over. Ja. Eerste film die ik ga kijken. Wild. Ik zag de commercial voor deze film al een hele tijd. Lijkt me een super vet film. Troostlunch. Boekweit pannenkoeken met banaan. Nou, sorry. Ik had echt zoveel meer actie verwacht van die film. Nee. Ik zeg gewoon nee. Op zich geinig om gezien te hebben, maar niet iets waarvan ik zeg, nou, moet je echt gezien hebben of zo. Als je hem gezien hebt, wat vond je ervan? Wild, met Reese Witherspoon. Ik was natuurlijk in slaap gevallen en dat is maar goed ook. Ziek zijn is echt. Ik wilde net even kijken waar Stefan is. Check dit. Kijk hoe schattig. Hij laat heel vaak dit soort briefjes achter omdat ik één keer helemaal in paniek raakte. Toen ik wakker werd en hij was er niet en zijn telefoon lag nog hier. En hij was echt uren weg, maar hij was dus gaan sporten. En dat wist ik niet, dus nu laat hij allemaal altijd van dit soort brieven achter die ik echt niet kan missen. Vet lief. When life gives you lemons, you squeeze it over tjeekufte. Het perfecte comfort food. Ik kan niet anders zeggen. Wist je dat het trouwens clean is? That's why I love it. Oh yeah. Come to mama. Wauw, dit is echt ernstig. Ik hoop echt dat ik me morgen wat beter voel. Mijn neus is ondertussen een circusattractie geworden. Een snotfontein. Sorry als je dit in de ochtend kijkt en ik er aan het ontbijten ben. Hoe heet hij ook alweer, ja? Wow. Jongens, we hebben een Nederlandse filmster gespot. Ja, ik weet wel zijn naam, maar zijn we hier nou serieus paparazzo beelden aan het schieten? Hebben wij de eerste beelden van zijn vriendin? Wie is hij ook alweer? Morgen weer een nieuwe dag. Ik hoop dat ik me beter voel. Dankjewel dat je er vandaag bij was. En dan zie ik je morgen weer.